Het is 19 september 2012 en in de Raad vandaag, het programma vanuit de gemeenteraad van Amsterdam, is nu tijd voor onze vaste vraagstelster, mevrouw Marien van der Plicht van de SP. Mevrouw van der Plicht, u had een vraag vandaag over het onderwijs, geloof ik, hè? Ja, nou, een hele tijd is bekend, hè, dat er in Amsterdam de schoolbesturen voor het lager onderwijs, zeg maar, de lagere scholen, ja, in financiële problemen verkeren. En het is gewoon niet zo duidelijk hoe dat gekomen is. En deze week stond in de krant dat dat zelfs heeft geleid tot ontslagen bij het personeel en tot klassengroottes van 37 leerlingen. Ja, dat vond ik echt heel erg alarmerend voor onze Amsterdamse kinderen. En wat vroeg u aan de wethouder hierover ging, Lodewijk Asscher, die binnenkort waarschijnlijk naar Den Haag gaat verdwijnen? Nou, ik heb hem gevraagd. De schoolbesturen hebben gezegd van, nou, aan de ene kant hebben ze gezegd, we hebben niet helemaal goed de begrotingen opgesteld, waardoor we nu in de problemen zitten. En aan de andere kant hebben ze eigenlijk min of meer gezegd, ja, we zijn met een kwaliteitsaanpak bezig. Hè. Daar heeft de gemeente ook op aangedrongen. En daardoor zijn we heel veel geld kwijt. Wat was uw vraag? Nou, ik wil wel eens weten waar die schoolbesturen nou werkelijk hun geld aan uitgeven. Of al het geld wat zij krijgen van het ministerie. Hè, de wethouder zei ook, er komt echt toch wel behoorlijk wat geld vanuit de ministeries naar de scholen toe. Of al dat geld inderdaad ook wel in de klas komt. Of dat er inderdaad ja, ook dingen door het bestuur bijvoorbeeld worden aangeschaft. Of niet noodzakelijke aankopen, zullen we maar zeggen. Of heel veel personeel op het bestuurskantoor. Dat we weer een medialab beginnen of zo. Ja, ik heb zoiets van, ik wil nu wel eens echt inzagen in waar die schoolbesturen hun geld aan uitgeven. En of dat wel aan de goede dingen is. Of dat niet te veel aan de strijkstok bij de schoolbesturen blijft hangen. En Lodewijk Asscher, hij wordt al genoemd als minister van Onderwijs ook. Wat zei hij op uw vraag? Nou, hij gaat in ieder geval dat gesprek met de schoolbesturen aan. En of die helemaal die inzage krijgt, dat is nog maar de vraag. Maar zij weten nu wel, zij voelen denk ik wel steeds meer de druk opgevoerd gaan worden vanuit eigenlijk de hele gemeenteraad die zoiets heeft van, ja, wij krijgen steeds de problemen op ons bordje. We hebben het ook gezien met Amarantus, dat mbo-bestuur. Of van de ROC's. Ja, op het moment dat het misgaat, staan ze wel bij de gemeente ook op de stoep. Hè. Dus wij hebben nu gezegd van, we willen nu gewoon weten waar dit door gekomen is. En wat de wethouder eraan gaat doen, met de schoolbesturen samen. Maar dan moeten ze wel hun boeken inderdaad nu eens een keer echt. En dat gaat hij doen? Ja, hij gaat dat gesprek aan. En dus u bent tevreden dus eigenlijk? Nou, tevreden zijn we pas als het hem ook echt gelukt is. Want die schoolbesturen, dat is nog een harde noot om te kraken. Maar u bent tevreden over de toezegging van de wethouder dat hij dat gaat doen, bedoel ik? Daar ben ik tevreden over, ja. Ik weet dat hij, net zoals de SP en bijna alle partijen in de Raad in ieder geval, de scholen en de kinderen van Amsterdam echt in zijn hart heeft gesloten. En ervoor wil zorgen dat iedereen het juiste onderwijs krijgt. En dat hij daarvoor de schoolbesturen moet aanpakken, dat zal hij dan inderdaad ook doen. Beste kijkers, iedereen hier binnen heeft een hart voor kinderen. En het is maar dat u dat weet.